ik heb nieuw spul. I wake up, flex, thumbs down, neck, check, no drip, this, wet, tell him run it up, no. We hebben dus twee scooters erbij, een TGB Rivana en Yamaha Neos. En voor die twee kreeg ik letterlijk 20 euro toe om ze maar mee te nemen. Dus dat ga ik niet laten staan, hè. Zo, is dat Neos? Is dat een afkorting van neonazies? Dat weet ik niet. Oh, zo kan het los erop landen. Lossen. Huh? Dat zit echt goed. Dat kan het lossen. Je hebt nodig een schroevendraaier en een remreiniger. Die werkt aan hoog druk, zou je dat niet werken, denk ik. Dat denk ik niet. Ik weet niet of het goed werkt. Wat is dat dan? Gif of zo? Oké, dit spul wint dus van dit spul. Dat is nieuw. Daar had ik niet verwacht. Is goed spul, niet? Hier, moet je opletten. De hele carburateur beweegt gewoon mee. Alle keuze. Ja, en hoe gaan we dat nou oplossen? Een pion, een schoen erin. Ja, zo, dus toch maar naar de dak. Ah, joh. Wij zijn een educatief scooterkanaal, hè? Ja. Echt educatief. shit. Godverdomme. Hier leer je veel van, kijk. Cool. Oh. Ja. Dit is echt vakwerk, tegen het licht in filmen. Vakmanschap noemen ze dat dan. Manvakschap. Fuck man. Wanneer iets niet lukt binnen 3 seconden. Hé, hey, dat ging makkelijk aan het vlak. Zo, kunnen we erbij? Nou, ik ga eens even kijken. Wat voor aanslag we hier aan gaan treffen. Nou, ik moet zeggen Patrick, dat het me nog meevalt eigenlijk. Ja, trek die slang er maar even goed af. Knip dat hoerending, gewoon in twee. Dat mag helemaal niet. Milieudelict, milieudelict, NSB, kom! Hé, hey. Ja, die is mis. Ik zie ze, oh, hier zie je. Nou, echt vakwerk. We gaan even wisselen van positie. Nou, ja. Ik even de ding maken. Deze slang moet los. En dan hebben we deze tang voor, met dan los erop. Deze toch? Deze slang toch? Maar deze slang kan je toch gewoon los trekken, of niet? Ja, als je dat lukt, dan vind ik dat ook best. Nee, maar dan trek ik de hele carburateur binnen. Het doel is dat die slang alle benzine leeg lekt in die bak. Komt dat niet zo uit? Nee, een vacuümslangetje. Daar kunnen wij voor zorgen. No. Dat het wel gaat lekken. Maar. Dan moet ik ook even die losmaken. En dan moeten we daar eigenlijk in mijn zuigen. Kun je lekker zelf zuigen? Dat bepaal ik zelf wel. Zuigen. Dat kan ook helemaal niet mee. Nee. Is het lekker? Ik weet niet of die nog doet. Smaakt het een beetje mee. Goed? Waarschijnlijk zit er nog even zien erin. Nou, waarom hebben we dat niet eens gecheckt dan? Ja, kut Niels. Ja. Dat is helemaal niet. Jezus. Ga je even banden pompen? Zit er nog lucht? Ja, zit lucht in. Maar pompen we hem op? Ja, dat weet ik niet. Ja. Zou ik even de slangetje voor de rest weer halen? Ja, haal alles maar los. Trek het allemaal maar los, Patrick. Hier. Kan jou het schelen. Nou, de carburateurtje zit los. Hoppa. Het heeft heel lang oude benzine ingezeten, dus het zal vast niet heel netjes zijn. Oké dan. Dat is het inderdaad niet.
Ik heb zo het vermoeden dat de oliepomp doorgelekt heeft of zo. Want het is geen benzine. Het scheelt wel dat die carburateur nou niet helemaal vies is van binnen. Want dit is beter dan E10 erin laten zitten voor 3 weken. Nou, het zal wel dan. Ik heb hier de benzineslijm. Ik heb hier de vacuümslijm, of de onderdrukslijm, hoe je het ook noemen, want het kan mij nog veel. Ik heb zo het vermoeden dat hij nou wel weer in elkaar kan en dat we een werkende scooter hebben. Alleen moet ik even een nieuwe achterband fixen, want dit is niet heel veel meer dit. Hij loopt nu nog zonder luchtfilter, maar als ik die erop zet, heb ik zo het vermoeden dat hij best wel goed loopt. Niks te klagen voor een scooter waar ik gewoon geld voor heb gekregen. Het is niet veel meer, maar voor wat het is doet hij het nog wel. Kijken of hij ook verlichting of iets klakson heeft. Dat doet niet veel meer. Ah, het voorlamp doet het nog wel. Doet het ook niks. De teller doet het wel. De tellerkabel zit niet eens vastgerot. De dashboardlampjes doen het ook niet. Dus het zal vast ergens een slechte massa zijn. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het anders is als helemaal niks het doet. Dan heeft hij gewoon ergens helemaal verroeste massapunten. Veel meer kan het niet zijn volgens mij. Als wel echt al letterlijk alleen het grootlicht werkt. En voor de rest geen enkele elektronische functie. Dan zal het wel een massaprobleem zijn. Zo opgelost. Alleen ja, hebben we daar zin in om eruit te gaan zoeken? Nee. Ik heb gewoon een prima lopende scooter. Tot aan gisteren heeft hij ergens tot tussen de 5 en 10 jaar niet gelopen. En wij hebben hem gisteren opgehaald. Ik heb wat deurtjes schoongemaakt, nieuwe benzine erin. En ga schemen. Er moet nog wel een nieuwe baan op, hoor. Maar je loopt ook in één keer mooi stationair. Je loopt gewoon als nieuw, joh. Ik heb er wel een paar bootjes uitgedraaid en niet weer teruggedraaid. Want ik dacht van ja, dat is toch een raar scooter, dus het maakt ook geen zak uit. En ja, ik heb ook gelijk natuurlijk. Want het is ook een raar scooter, dus het maakt ook geen zak uit. In de volgende video gaan we precies hetzelfde doen met deze. TGB Rivana of zo. Ik weet niet precies wat het is. Zoiets. Heb je nog een mooie afsluiter voor dit hele fenomeen? Ja, ik.
Ik denk dat het een goede koop is geweest. Uh-huh. Kijk zelf. Dit is toch wat de mensen moeten hebben. Ja. En ik denk dat wij veel plezier van gaan hebben. Ja. Je gaat dus veel geld opleveren. En jullie kijken, maken wij geld. Ja, zo werkt het gewoon. Ja.